Welkom bij MLB de Show. Ook dit nu met commentaar. We hebben 0 training points. Dus we gaan beginnen. We spelen bij de Huntsville Stars, als ik me niet vergis. En we hebben net een serie gehad tegen Jacksonville, denk ik. Zoiets. 5 wedstrijden, 3 gewonnen dus. En nu gaan we de serie tegen PNS. Ik weet niet waar dat zo staat. Maar elke aflevering doe ik ongeveer één zo'n serie. Speel ik ongeveer 3 wedstrijden. En ik vind het wel fijn in dit spel dat gaat. Je fast forward eigenlijk gewoon tot het moment dat je in actie moet komen. En dat vind ik best wel oké. Nou heb ik zo'n hekel aan de FIFA 14 career mode. Al ja, vraag je af hoe dat eigenlijk anders kan. Maar dan sta je gewoon 10 minuten niks te doen. En ja, alleen maar die bal ophuizen is ook niet echt. Dat hoort ook niet echt bij voetbal. Oké, maar nu hebben we dus een practice. Even kijken. Die moet een makkie zijn. Oh, ik moet ergens heen gooien. Kut. Ja. Oké, puntjes. We zijn centerfield. En die ga ik niet in één keer hebben. Oeh. Nee. Helaas. Runners, oké, dus dan zou die naar home base moeten, denk ik. Kijk me. Oeh, op tijd. Oeh, die was close. Oké, na derde honk moet die bal. Als ik hem kan pakken, tenminste. Oh, is zo. Ja, oké. Helaas. Oké, we doen waarschijnlijk gewoon naar home. Of we vangen hem. Oké, nu moesten we niet naar home. Ingewikkeld dit allemaal. Ik weet vrij weinig van baseball. Maar ik vind het wel een coole sport. En dit is een vangbal. En die had naar de derde honk moeten. Maar op zich, dat zouden we toch nooit halen. Dus we krijgen nu ook geen bad throw decision. Dus daar ben ik blij mee. Kom op. Overigens, we zijn gedraft. Zo noem je dat, denk ik. Door de Milwaukee Twins? Nee, Minnesota Twins is het volgens mij. Ik weet niet meer. Ik weet niet hoe het team heet. Maar we spelen in de AAA, zeg maar laagste. En dan is de bedoeling. Oh, ja, oké. En dan. Oh, die controls hè, van dit spel. Dat is echt dramatisch. Het is echt dramatisch. Waarom gooit hij niet? Waarom gooit hij niet? Oké. Dat sloeg nergens op. Maar we gaan vrolijk verder. Je foutjes horen bij. We hebben in ieder geval brons. Oh, kijk, 100 punten. Misschien hebben we nog zilver. Ja, we hebben zilver. En dat zijn 100 training points. En dat is fijn. Want daarmee kunnen we beter worden. Maar ja, ik
vond dit al een interessant spel. Zag het op YouTube. Een aantal mensen spelen. En het ziet er heel goed uit. Dat moet heerlijk in zijn. En aan de andere kant kan je ook een beetje afvragen. Wat is er op het moment wel voor PlayStation 4? Nou, niet heel veel. Dus dan ga je maar een baseball game kopen. En ik vind het hartstikke leuk. Wel ingewikkeld. Vooral het rennen. Dat is echt... Ja, daar word je niet vrolijk van. Als je FIFA gewend bent. Het zal ook een paar keer fout gaan. Een stuk of 100 of zo. Maar we komen er wel. Ooit als we in de MLB komen. Dan kunnen we rennen. Denk ik. Maar... Onze eerste wedstrijd, ik weet nog steeds niet hoe de tegenstander heet, want ik heb net niet gekeken. Slaan is ook irritant, ik heb geen geduld. 0,0. Dus ik sla eigenlijk alles. En ik heb nog geen home run geslagen, maar ja. Oké, dat komt nog wel, hoop ik. Oh, die is zelfs mis. Want uiteindelijk als je dingen upgrade, dan ga je vanzelf wel die goede slagen maken. Maar we gebruiken even alle opwarmslagen. Oeh. Ah, die was lekker. Ik heb wel één home run in de practice geslagen één keer. Maar... Daar houdt het toch mee op. Oké, wie is de tegenstander? Oh, daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Pensacola Blue Wahoos. Oké. Ja. Had ik kunnen weten. Staat dat? Ja, deze teams staan gewoon. Triple A bestaat echt. Daarboven is dus Double A, dacht ik echt nooit bij te komen. Pak jij de bal naar? Oh mijn hemel. En dan ben ik slecht. Als ik meer punten hier wil krijgen. Ja, oké. Maar ja, dus uiteindelijk is het doel om hier een beetje goed te spelen. Wat nog niet lukt. En dan door te stromen naar de Double A en dan uiteindelijk bij waarschijnlijk Milwaukee. Om daar een MLB debuut te maken en dat kan iets van 5 seizoenen duren. Oh, we mogen nu slaan. Nou. Kijken. Kijk, ik sla alles. En dat is mijn eerste out. Kraakte hem wel, daar ben ik al blij mee. Tot nu toe doe ik het niet heel slecht. Met slaan, oh, door het midden. Het is een base hit. Thuis staan. Soms, RBI. Voor degene die dat niet weten, een RBI is... Zeg maar als iemand... Wacht. Als je een heel rondje hebt volgemaakt, daar komt het nog neer. Zeg maar, dus als je slaat en iemand komt binnen en scoort dus een punt, dan heb jij een RBI en hij gewoon een run. En ja, tot zover mijn baseballkennis. Maar ja, ik ben geïnteresseerd in Amerikaanse sporten, zeker American voetbal en basketbal en dit was dramatisch. En ik heb ook NHL gespeeld. Ik heb zelfs NCAA. Oeh, ja, die wordt gevangen. Ik heb zelfs NCAA uit Amerika besteld. Dat is ook American voetbal, maar dan college, zeg maar. Dat vind ik ook heel vet. Voor de PlayStation 3 is het. Ja. En NHL heb ik dus ook al gespeeld. Niet heel veel. Ik heb wel 2 NHL. Nee.
Oh, Martin Cooperall. Yay. And he's in there with a two-run triple. Dit is niet goed. Time to add a little insurance here as he's able to make it all the way around. Nou, we waren al aan het verliezen, dus wat dat betreft maakt het niet heel veel uit. Gus Bryant will step forward now with three runs already home. Maar we hadden nog een kans. Standing at third base. Hebben we die? Ja, we hebben. Oh, moet gooien. Ja, kan niet vanaf hier naar thuis. And at this point, for reaction, come on, ping him, daar gaat het om. Het gaat, oh, mag nog eens slaan. Nou, raken. Ah, kom op. Nee. Helaas. Eén geraakt van mij. Dat komt neer op een... Betting average van 0.250, zoals ze dat hier in Amerika doen. 250. Dus ja, dat is niet heel slecht, weet je. Volgens mij is een beetje normaal tot goed is rond de 300. Dus dat is ook wel een beetje mijn streven. Volgens mij is het nu iets van rond de 270. Dus dat is niet heel onaardig. Oh, ik heb zelfs 300. Waarom? Maar drie keer geslaagd. En een paar puntjes verdiend. En dan, nee, wel 250. Maar oké, deze wedstrijd gaan we niet spelen. Dan deze ga ik simmen. Oh, mijn average is... Wow, 333. Wow, oké, dat is best hoog. Komt dat omdat ik die wedstrijd gesimd heb, dat ineens mijn gemiddelde heel erg omhoog gaat. Misschien. Maak uit, tweede wedstrijd. Ik gebruik eigenlijk altijd kruisje. Want als ik rondje doe, dan gaat die bal eigenlijk omlaag. Altijd. Een vierkantje mis ik hem meestal. En driehoekje, ja. Dat is zo'n punt dat je hem... Hoop. Alleen de verkeerde kant op. Maar de kracht erachter was goed. Een punt is... gewoon dat je hem alleen dat je de bal alleen aantikt met de baseballbat. Oh, dit is niet verkeerd. En dan verras je daarmee dan. Als je het goed doet, de tegenstander. En dan kan je snel naar de eerste base rennen. Maar ja, dat gebruik ik niet zo vaak. Maar dat kan je wel doen als je een hele snelle speler hebt, denk ik. En als je er heel goed in bent. In punten. Heel vaak in die Amerikaanse sportgames komen er ook Amerikaanse termen die niet in het Nederlands bestaan. Of misschien wel bestaan, maar zoals punt. Ja, hoe noem je dat? Geen idee. Dus dan noem je dat gewoon punten. Eerste slag. Ik ben een rookie als het gaat om slaan, dus... Maar dit is aardig. Ja, singeltje. Nou, kijk, 12 puntjes. Maar dit gaat ook nog wel uit. Want ik durf niet te stelen. Dan krijg ik meer punten als het fout gaat. En ja, ik sta dus zo ver dat dit, daar ben ik bang voor. Continu. Het is een paar keer fout gegaan al. Dat is een bal. Dat kon ik vanaf hier ook al zien. Die raakte de grond. Oeh, foulbal, denk ik. Wordt hij... Nee, oké. Okay. Wordt niet gevangen, hè.
Want het is wel irritant als je een foul ball slaat. Kan je nog steeds uitgaan als hij wordt gevangen. Dus dat is ja. Honkbalregels. Oh, daar komt hij weer. Irritant. Je kan ook niet dichter bij de beesten. Bij het honk. Dus ja, je hebt geen andere keuze. Soms staat hij ook gewoon achter je. En dan heb je eigenlijk niks te vrezen. Maar nu staat hij op het honk. Dus ik kon zo te opletten. Weer een foul ball. Nu moet ze nu toch echt eens gaan raken. Waar gaat hij heen? Waarom rent mijn mannetje niet? Waarom rent mijn mannetje niet? Nee. Blijf staan. Jezus. Oh. Neftali Soto will dig in now. Okay. He's well over 300 here to start this new campaign. In het veld. And here's a big swing as he sends this one in the air out toward deep center. Dus moeten we toch gewoon hebben. Ik vergeet altijd te kijken waar iedereen staat. Well, they took him up poor reaction. Right here with the fastball, and he actually did a pretty good job to get wood on it at all. Ik ben het er niet altijd mee eens, poor reaction. Uiteindelijk maakt je reactie ook niet uit als je hem maar vangt. Want zolang die bal. Zolang die bal toch in de lucht is. Ik bedoel. Je hebt er niks aan. Uiteindelijk. Het gaat erom dat je hem vangt. En op tijd. Gooit, oh wow. Sloeg die bal. En. Ik ben geblesseerd. Rode kaart. Waarom sloeg ik daarna? Maar ja, ik heb dus geen geduld. Je wordt ook gevangen. Ik raak ze op zich wel aardig. Maar allemaal. Kijk, ik krijg ook gewoon 11 punten hiervoor. Maar ze worden allemaal vrij makkelijk gevangen. En dat is irritant. Want ik wil scoren. Nou, dit moet een easy zijn. Oh, ik dacht nog even dat hij over hem heen werd gegooid. Het gebeurt nog wel eens. Gerald Cameron will be the batter. Here's a bouncing ball now up the middle and it's gonna sneak its way into center field for a one out base hit. Doe hem gewoon daarin. Oh, hij moet nog even springen. Waren geen. Ja. Ik kon daar niks doen. Jamie Petit will stand in. He flew out his last time up here. Ground ball to second. This could be two. Oh, double play. Ja. Oh. Nee, dit is niet mijn gelukkigste wedstrijd. Ik speel niet heel onaardig. Ik bedoel, ik raak ze niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Ik heb weer 250. Daar ben ik tevreden mee. Zolang het minimaal 250 is, dan vind ik dat goed. We hebben 58 puntjes. Dat is best veel. Dan gaan we nog even wat aan die contact doen. Ik wil vooral beter slaan. Dat viel er maar eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja, deze wedstrijd gaan we spelen. En dan gaan we de volgende simuleren. Nu is mijn average 321. 9 hits. 3 RBI. En we hebben 4 gewonnen en 4 verloren. Oh wel, het is al de 6e inning. Waarom komen we dus zo laat in? Dit heb ik nog niet eerder gezien. Maar we gaan gewoon slaan, denk ik, hè? Ja, daar moet je dus niet naar staan. Oh, dat was binnen de box. Oké.
Runner not going anywhere at second. Now the pitch. Oh. Hard hit towards. Oh, he was perfect. Gonzalez. Oh, he was so perfect. The catch for out maar ik raakte hem net iets te laat. Ahmad Gehrig. Timed net iets te laat. He'll take over to start inning number 7. Nou, dat was wel een hele lange wedstrijd. Dan doen we die laatste van deze serie er ook nog even bij. Want ja, dit was geen wedstrijd. Ik voel vandaag dat er weer wat moois staat te gebeuren. Kijk, ik heb de 1 na hoogste average van mijn team. Dat is best aardig. We moeten wel weer winnen. Want we hebben een negatief saldo. Ik heb een negatieve record. Heet dat? Volgens mij. Ja, dit zijn toch geen onaardige slagen. Maar die home runs moeten toch een keer komen, of in ieder geval goede slagen, gewoon doubles. Ik had 2 wedstrijden achter elkaar of zo met 2 doubles. Dat was niet onaardig. Oh, dat was mijn rondje. En aardige slag. Dat was weer mijn rondje. Dat is een power swing. Dan zou je natuurlijk verwachten dat je daarmee de home run slaat op zich. Als je hem goed raakt natuurlijk. Ja. Maar ik heb mijn contact swing wat beter gekweekt, zeg maar, dan mijn power swing. Dus mijn contact swing, oftewel kruisje, zou wat beter moeten zijn. Daarom gebruik ik eigenlijk bijna alleen kruisje. Maar we zullen zien. Dit ziet er gevaarlijk uit als we deze halen, en dat gaan we niet doen. Dit is een makkelijke catch. Zo staat het. Oh, no, home run. Nice. Ik denk dat hij links gaat. Maar kijk, mijn balkje bij het rondje. Oh, ja. Precies gaan we. We gaan ervoor. We gaan voor de dubbel. We gaan voor de dubbel. En mijn hoed is afgevallen. Maar het maakt niet uit. Ik heb trouwens geen seconde besteed aan mijn uiterlijk. Dus ik ben gewoon de meest random. Ja, gewoon standaard. Standaard guy op dit spel. Maar ik heb dus een mooi double geslagen. Daar ben ik tevreden. Oh, ik dacht even dat hij terug ging gooien. Oké, maar nu staat hij baseman. Zo heet dat toch? Denk ik. Baseman heet dat. Second baseman. Die staat achter me, dus hoef ik me eigenlijk niet te veel zorgen over te maken. Oh. Wat ben je aan het doen? Waar die bal is. Dit vind ik heel vervelend op. Dit vind ik absoluut het saaiste van dit spel. Wachten totdat hij een keer slaat. Zeker nu is er nog geen 1 uit, en dat ziet er aardig uit. Oh, dat is een ren door. Wat? Holy hell. Double play? Hoe krijg je dat nou voor elkaar?
Was geruit? Oh, ik snap de regels niet. That winds up in pretty quickly. And maybe an excuse me swing there as this is tapped in front of the mound. And the regels niet. Carlo Gonzalez will dig in. He doubled his last time. We staan 1-0 voor. 1-0 voor. Pak hem. Oh. Dat was een moeilijke racket. Gerald Cameron will dig in for the third time now. He's struck out and bounced out in his first two trips. Volgende slag. Now a ball swung on and taken the opposite way out toward fairly deep left center. And this is hauled in on the run for the out. And he had a lot of ground to cover to get to that one. Well, I think that's the point that change up as slow as he does. You're going to make that hitter supply all the power himself. Man krijgt ook 7 punten. But not enough to get it out of here. Ah, kom op. And swung on and fouled straight back. Wow, dat is een double. Around first heading for second. Nee, ik was op tijd. Ja, ja, nice. Oef. Dat was een close one. Dit is gewoon exact dezelfde situatie als eerder. Nul uit. En ik sta op het tweede honk. Kijken of we het nu wat beter kunnen uitvoeren, nee. Oh, rennen we nou door? Wat? Bad decision? Wat? Ja, nee. Nee, dit spel maakt een bad decision door mij terug te laten rennen. Ik wil gewoon doorrennen hoor. Maar het spel laat het niet toe. Die controls? Nee. Ik weet niet wie dat heeft bedacht. Maar is niet best. Mogen we nog een keer slaan? Yep. We hebben een aardig dagje toch? Twee doubles, dat is prima. En nog een base hit. Kom maar. Daar kan ik niet ontevreden mee zijn. Maar nu zijn er wel twee uit. Dat is een bal. En het staat 1-1. Oeh. Bottom of the ninth. Oké. Dus dat gaat zeg maar verlengen worden. Want het is echt typisch Amerikaans. In Amerika kan het gewoon geen gelijkspel worden. In geen enkele sport. Ja, voetbal maar. Oké. Okay. Niet Amerika voetbal, maar gewoon soccer. Maar dat komt omdat het Europees is. Oh, mijn hemel. Het probleem is dat het scherm draait. Dat... Het scherm moet niet draaien. Het moet gewoon waar je heen rent. Daar moet het scherm heen. Kijken. Oh, dat zal een poor reaction zijn. Oh, en dit zal een error zijn. Ik zou niet idee. Dit was niet zo goed. En dit gaat ons de wedstrijd kosten. Nee, hij is uit, denk ik. Hij is uit. Ja, hij is uit. Goh. Lekker gedaan. Ja, door mij. Natuurlijk, een great play. But you see the throw to the plate, a nice job by the catcher to put that tag on, and they're going to cut him down at the plate and keep this game level. 11th inning, dat is laatste bij de 14th of zo. 14th inning. Oh nee. As he pops him up, back behind second base. Aviles is there to make the catch, and that means we've got...
Okay. Field play. We'll try again. 0 for 3. On that eerste honk. Well, hit high in the air, deep to center field. And this is going to get down for what should be extra bases. And there's your potential go-ahead run. The relay. And he'll make it to third base safely with only one out as the go-ahead run. Waarom draait het? Carlo Gonzalez will dig in, needing to come up and with a three-bagger to complete the inning, and it's at 1-1. Now, a good changeup there as this is lifted into the air out towards center field. The teat is there, and he has it for the first out. Het is zo moeilijk in te schatten waar die bal terecht gaat komen. Zeg, we mogen voor de zesde keer slaan. Kunnen we dat ook goed doen? Nou. Niet door naar de... Oké. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat hij hem gewoon ging vangen. Maar ja, het zijn natuurlijk niet allemaal zo goede spelers als ik. Geen MLB materiaal. Wat ik natuurlijk wel ben, dat kun je wel zien. Dat was niet zo goed. Dus het duurt wel echt lang. Kijk, we zijn langer dan een half uur onderweg. Maar het kan ook al met aflopen zijn als deze... als dat gebeurt, kan het afgelopen zijn. Als deze man die bal nou gewoon even over de muur heen schiet. Slaat. Whatever. Wat hij er ook mee doet. Okay. So the winning run advances to second now with only one away. Victor Moreno will stand in, just 1 for 5 in this one. Dit is wel echt een van mijn betere wedstrijden. Fielding heb ik een foutje gemaakt. Maar volgens mij is swing and a ground ball towards the hole. Stabs for it. He's got it. There's one. And the throw is dropped. Dat is een prachtige. Kijk hoe blij ze met me zijn. Dat is de winnende. Ben ik nu bij play of the game? Ik moet zeggen dat ik al een behoorlijk goede wedstrijd heb gespeeld. En aan het zo afmaken met de winnende. Winnende run. Ja, play of the game. Nice. What do you say we go ahead and name this fella right here as our top player of the game? Player, waarom zeggen ze? Ze zeggen altijd top player. Ik snap dat niet. Maar dit ben ik en dan krijg ik zo'n mooie kaart. Ja. Taps. Nee. Echt absoluut de beste wedstrijd tot nu toe van mij. In ieder geval. Waarom is dat 5 keer dezelfde slag? Ja, dit was een second base. Pretty nice. En waarom zo goed nou elke keer moet afvallen? So that just about does it. Play of the game. You've been watching MLB the show. I like that. For more, get those smartphones and tablets. Kijk. Second base, first base en een heel rondje. Een hele lap. En dus deze aflevering duurt vrij lang. We hebben 90 punten. Vind ik nog wel meevallen. Maar kijk, 667. Vraag me altijd af waar ik dit aan moet uitgeven. Te duur. Betting clutch, dat kan. Winner, runner, Sundays. Oké. Dus zeg maar...
de, als de druk toeneemt, dan kan ik daar beter mee.